De Vierdaagse. Het duurt nog eventjes voordat de Vierdaagse weer begint. Maar veel ondernemingen zijn wel bezig met de voorbereidingen hiervan. En dat kost een hoop. Maar zijn die kosten wel altijd even terecht? Ja, maar als bijvoorbeeld Miep en Tony eventjes met naar hun kleinkinderen willen kijken en ze willen een tafeltje, moeten zij daar 90 euro voor betalen? Die ken ik toch niet. En Koningsdag komt er weer aan. Maar wat weten we eigenlijk van deze dag? Wat wordt er op Koningsdag gevierd? Wat wordt er op Koningsdag gevierd? De koning zijn verjaardag viert. Ja! Welkom bij aflevering 49 van Wat zegt het volk? Here we go! Here we go! Mensen lopen ieder jaar de Vierdaagse mee, maar misschien nog meer mensen staan aan de kant aan te moedigen. Nou, dat is hartstikke leuk, maar je moet je wel goed voorbereiden. Als je bijvoorbeeld al zoiets simpels als een parasolletje neer wil zetten, moet je daarvoor al een vergunning aanvragen bij de Stichting Vierdaagse Feesten. En de kosten hiervan zijn maar liefst €89,23. En dat geldt ook voor objecten langs de route in het algemeen. Dus bijvoorbeeld voor een standplaats of een tafeltje waar je de lopers eventjes wat drank of wat snoepjes van wil geven, heb je een vergunning nodig van hetzelfde bedrag. Maar dat is nog niet alles. Ook horecaondernemers die in de week van de Vierdaagse hun eigen terras willen gebruiken, moeten hiervoor diep in hun buidel tasten. Het loopt in de duizenden euro's, terwijl het terras eigenlijk gewoon van hunzelf is en de rest van het jaar ook kosteloos gebruikt kan worden. Wat vinden we hier eigenlijk van? Is het een terechte manier om voor de Vierdaagse feesten een balans te kunnen maken tussen de onkosten en de inkomsten? Of is het gewoon ordinaire geldklopperij? En zijn we er überhaupt al van op de hoogte? De Vierdaagse. Hebben we er zin in? Jawel. Gaat u kijken of gaat u meelopen? Ik ga kijken, maar we komen van Kuik en in Kuik is het ook de hele week Vierdaagse feest. Ik heb hem zelf gelopen, maar dat vond ik wel heel leuk. En ja, de zomerfeest ook gewoon. Ja. Hoort er toch een beetje bij, hè? Ja. Kijk, nooit langs de route? Nee. En u? Vroeger wel. En als u dan vroeger keek, ging u dan wel eens met een tafeltje of met een stoeltje of parasolletje zitten? Nou, dat was toen ik heel jong was. Dan ging ik de Broerdijk op en de Broerdijk aan de hand van de militairen naar beneden en weer naar boven. En daarna heb ik gezegd, ik ga lekker feesten. Bij ons zelfs onderaan de straat kunnen we kijken. Dus, is er dan een hoekje ingericht of iets? Nou, de hele straat is helemaal met allemaal stoelen er langs ingericht. En hebben jullie dan wel eens dat jullie tafeltjes of stoeltjes of parasolletjes neerzetten? Ja, vaak wel. Huh? Ja, wel. Wist je dat je daar officieel een vergunning voor nodig had van de Stichting Vierdaagse? Nee. Wat denk je dat het bedrag zou zijn? Roep maar eens iets. Echt niet. Ik heb echt geen flauw idee. Het kost €89. Zo dan. Ja, ja. Ja, ze moeten het toch ergens van doen, hè? Ja, ze moeten het ergens van doen, want het kost inderdaad geld. U vindt dat terecht? Ja, vind ik normaal. Die moet je toch ook zorgen dat je ervoor betaalt? Ja, maar als bijvoorbeeld Miep en Tony eventjes met naar hun kleinkinderen willen kijken en ze willen een tafeltje, moeten zij daar €90 voor betalen? Die ken ik toch niet. Eigenlijk heb je een vergunning nodig als je al iets van iets neerzet langs de route. Moet je eigenlijk al een vergunning hebben? Van de Stichting Vierdaagse. Dat is mij onbekend. Wist u dat je überhaupt een vergunning nodig hebt om zoiets neer te mogen zetten? Ja, dat wisten we. Oh. Ja, dat wist ik. Ja? Nee, dat wist ik niet. Nee, ook niet. Wat zou je denken wat een bedrag daarvoor kunnen zijn? Geen idee. Zeker veel te duur, denk ik. Wat zou je te veel vinden? €100. Ja, het is €89. Oh, dat is ja, duur. Belachelijk. Te hoog? Ja, ik vind het helemaal niet nodig. We staan dus nog weer langs de kant, dus het anders staat. Ja, dan kan de gemeente flink wat geld binnen tikken, hè, als overal een vergunning voor wordt gevraagd. Ja, daar gaat het wel allemaal om, hè. Maar is het goed, want het kost de stad natuurlijk ook veel geld, zoiets organiseren? Ja, zeker. Maar ja, er komt ook geld binnen voor de meelopers. Oh, nee, dat wist ik niet. Oh, dus ik ben al fout bezig. Nee. Het is voor ondernemers of ook voor... Nee, ook voor particulieren juist. Dat vind ik bijzonder gek. Nee, dat moeten ze niet doen. Wist je dat je een vergunning daarvoor nodig hebt? Nee, maar het verbaast me niet. Nou, lijkt me eigenlijk wel normaal, ja. En wat zou een bedrag zijn dat normaal is dan?
Nou, zoals het nu gaat, lijkt me niet heel handig dat iedereen zo zijn bankstel al een week van tevoren er neerzet. Dus ja, laat mensen in ieder geval wat betalen, zodat je dat niet krijgt. Wat denk je wat een bedrag daarvoor zou zijn? Mag gewoon gokken. Nou, ik hoop 5 euro of zo. Iets meer? Het is 89 euro. Voor één stoel? Ja, voor een parasolletje al bijvoorbeeld inderdaad. Dus wat vind je daarvan, van dat bedrag? Ja, belachelijk. Echt belachelijk. Maar goed, is dit weer een, iets nieuws van Bruls of zo? Of, ja, een parasol al. Voor een parasol? Nou, dat vind ik schandalig. Zo. Ja, want het bedrag is 89 euro. Oh. Nou, vind ik belachelijk. Vind ik belachelijk. Ja, de vergunning is 89 euro. Vind ik een beetje veel. En u als u het zo hoort? Ja, dat vind ik inderdaad ook veel. Ik ben het wel met haar eens. Ja. Mag best wel een paar cent kosten. Maar 89 euro vind ik vrij veel. Wat zou realistisch bedrag zijn? Niks. Gewoon niks? Ja, laat de mensen vrijheid erin. Is toch een eigen keuze? Of ze een parasol in een stoeltje? Nee, vind ik belachelijk. En voor de stad dan om wat geld eruit te krijgen? Want het kost natuurlijk heel veel geld om zoiets te organiseren. Ja, dan moet de stad dat niet organiseren. Daar zijn ze toch zelf mee begonnen. Ja, ze verdienen daar waarschijnlijk toch wel een hele hoop geld aan. Hè? Ik ben 86 jaar. En was echt een Nijmegenaar. Ik ben in de Hoek geboren en gebombardeerd. Oh. Nou. Toen hebben we een stationsstrijd meegemaakt. En toen de Waalbrug geopend was, stond ik als 5-jarige jongen met mijn vader aan het handje te kijken naar de Vierdaagse. Het gevoel van nostalgie moet er dan voor u zijn? Ja, je leeft er altijd naartoe. Hè? Ik bedoel, ik weet nog wel dat 89 dagen duurt. Ja, heel raar, maar goed. Gaat dit echt gebeuren? Dat is echt zo. Oh, nou, dat is maar goed dat wij op vakantie gaan dan. Bezoek Nijmegen is de Facebookpagina van N1 voor alle evenementen, uitgaanstips en leuke weetjes over regio Nijmegen. Like de pagina en blijf voortaan ook direct op de hoogte van onze tv-programma's Wat zegt het volk, N-events en Nimmanoise. Rico! Donderdag is het 27 april en sinds een paar jaar vieren we op die dag Koningsdag. De verjaardag van koning Willem-Alexander. Nou, de meeste feesten er deze dag natuurlijk flink op los. Maar weten we eigenlijk ook wel waarom deze dag dus bestaat. En vandaag ga ik de straat op met 5 vragen over Koningsdag. Zou Nijmegen hier een beetje goed mee scoren? Wat gaan jullie doen met Koningsdag? Ik denk gewoon lekker lelo, achteruit moeke klappen toch? Maar ga je dan stiekem wat een beetje vieren, een beetje kijken bij de Goffert of zo? Nou, wij komen uit Almere vandaan. Oké. Wordt daar een beetje Koningsdag gevierd? Oh, jawel. Jazeker. Ja hoor, absoluut. Wij gaan naar Arnhem. Naar Arnhem? Ja. De mooie stad, de hoofdstad van Gelderland. Wat ga je doen? Ja, dansen en drinken. Ja. Werken? Ja. Ah, we saai. Echt waar? Ja. Ik heb de vraag, welke naam heeft deze dag nog nooit eerder gehad? Dan kun je kiezen uit Koninginnendag, Prinsjesdag of Prinsessendag. Prinsessendag, denk ik dan. Ja? Ja. Prinsessendag. Ja. Ja? Ja. En jij zegt dat ook? Ja. Welke van de drie is nog nooit eerder geweest? Prinsessendag. Ja, dan denk ik ook dan. Ik denk Prinsessendag. Ja, of Koninginnendag. Nee, we hebben wel gehad met Juliaan. Oh, ja. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, ik heb het verkeerd begrepen. Ja? Prinsessendag. Ja. Prinsjesdag, ja. Denk ik. Ja, waarom denk je dat dan? Omdat het iets anders is. Prinsjesdag. Oh ja, dat kan ook. Prinsessendag was namelijk in 1885 al. Toen was je er nog niet, hè? Nee. Oké. Zullen we nog een vraagje doen dan? Ja hoor. Ja. Wat wordt er op Koningsdag gevierd? Wat wordt er op Koningsdag gevierd? Waarom? Nu, 27 april? Voor de Alexander, hè? En hij wordt 50 jaar. Ja. Dus het is een verjaardag. Ja. De koning zijn verjaardag viert. Ja! Maar goed. Goed nadenken. Waarom is het nou 27 april? Wie is de jarig dan? De koning. Ja. Dat weet ik gar niet zo genau. Also ich... Op welke datum ben jij jarig? Ah, vielleicht weil da die Königin Geburtstag hat? Ja, het is de verjaardag van de koning. Oké. Ja, nou, ik vind het heel goed van je. Zal ik nog één vraagje doen? Ja. Oké, bij welk staatshoofd werd deze dag niet op zijn of haar verjaardag gehouden? Dan heb ik 4 namen. Kijk, je een beetje verstand hebben van het Koningshuis. Willem-Alexander, Beatrix, Wilhelmina en Juliana. Die kun je weten. Ja, volgens mij is dat Beatrix. Ja. Want? Nee, want die heb ik altijd aangehouden van de moeder. 30 april. Ja. En die is jarig in? In januari. Ja. Ja, 31 januari. Kijk, hoppa. Ja, Beatrix. Ja, ik hoef de antwoorden eerst te noemen. Die kun je weten als je nadenkt. Wacht even. Echt de Juliana, denk ik.
Of niet, of Wilhelmina. Want weet je nog wanneer Beatrice jarig was? Nee, dat weet ik ook niet. Dat was in januari. Oh ja. En wanneer was het Koninginnedag? Dat was op 30 april. Oh. Dus wat was het antwoord? Ja, Beatrice. Ja! Nou, kijk, toch een goed antwoord, hè? Ja, heel goed. Wat was voor 30 april de datum van Koninginnedag? We hebben drie keuzes. Ja. 1 mei, 31 januari of 31 augustus? Januari, volgens mij. Ik zou een ander antwoord geven, hoor. 1 mei. Heb je dat? Nee. Nou, ik ook niet. Is het ergens in mei of zo? Januari. Ik ga van januari. Ja. Ik zal van fout hebben. Dat is dan van Wilhelmina geweest. Ja, dat weet ik niet. Terug naar die 1885. Ja. Ja. Toen is het begonnen op 31 augustus. Oké. Geen flauw. Wel wat geleerd vanmiddag in Nijmegen. Ja, hè? Ja. Is het 31 augustus? Ja. En mijn eerste gevoel zei 31 augustus, maar toch zou ik te twijfelen en dan kies ik toch 1 mei. Waarom koos je 1 mei dan? Geen flauw idee. Omdat mijn gevoel dat zei. Zullen we de zin afmaken met een leuke prinses Amalia? Die ken je wel, hè? Die is 7 december jarig. Ja. En als zij koningin wordt? Ja, dan is het toch op... wanneer was ze nou ook alweer jarig? 7 december. Ja, dan is het op 7 december, toch? Okay. Als zij koningin wordt? Ja. En dan? Ik denk dan wordt de Koningsdag op den Tag vallen, oder? Als zij koningin wordt? Nou, dan wordt... Ja, wat dan? Ja, dan vraag ik aan jou. Wat dan? Is Koninginnedag op 7 december? Ja? Ja, dat kan. Dan wordt het niet op 7 december gevierd, denk ik. Tenminste. Het is te koud. Ja, alles behalve gunstig. Ja, ik weet het niet. Ja. Misschien gaan ze... Ja, ja, maar dus, je zit met de feestdagen, Sinterklaas... Ja, dat is waar. Ja. Maar misschien doen ze dat toch. Ja. Want uiteindelijk is het dan ja. Het is wel eigen gereid. Het is best wel een meisje wat weet wat ze wil. Ja. Ja. Dus misschien wel. Dat is toch wel lekker met de kou, toch? Tuurlijk. Om een feestje te vieren. Ja, hoor. Neutje erbij. Neutje erbij. Ja, tuurlijk. Ja, en als zij koningin wordt? Gaat ze trouwen? Wil ze zelf koningin worden? Zou ik dat ook willen? Wat? Wil jij dat ook? Ja. Een dag van... Wanneer ben jij jarig dan? Wanneer ben jij jarig? 17 juli. Dus dan moeten we 17 juli jouw dag gaan vieren, zeg maar. Nee. Maar ja. Ze gaat trouwen en dan krijgt ze ook de koningin worden. Ja, precies. Wat zegt het volk zie je elke zondag en donderdagavond op N1. Maar de reportages kun je natuurlijk de hele week terugkijken via Facebook. Ga snel naar Bezoek Nijmegen en like die pagina.